We leggen ons er niet bij neer, maar het is wel heel vervelend op deze manier. Vissers zijn de klap nog niet te boven na het Europees voorstel om pulsvisserij te verbieden. Ikzelf, samen met mijn zwager, waren de eerste pulswisser in Nederland. En dat is eigenlijk een succes geworden. Voor het milieu, voor de visstand, maar ook voor de visserman zelf. Er werd eindelijk weer wat verdiend. En dat wordt nu helemaal weer teniet gedaan. Europarlementariër Jan Huytema is op Texel voor uitleg en een sprankje hoop. Nou, dat we in ieder geval houden wat we nu hebben. En dat we niet dat totaalverbod wat het Europese parlement zo graag wil, dat we daarvan afgaan. Je moet de wetenschap en de mensen, de experts die erover moeten besluiten of Puls ja of wel doorgaat, aan hen moet het overlaten. En het moet niet zo zijn dat politici zeggen, nieuwe innovatieve vistechnieken ja, behalve voor Puls. Dat is belachelijk. Nou ja, dan ben ik mijn geld kwijt, wat ik erin gestoken heb. Ze noemen het op een bepaald moment ondernemersrisico, maar ja, bepaalde risico's die heb je zelf natuurlijk helemaal niet in de hand. En daar is dit er één van. In het ergste geval springt de gemeente bij. Voor Texel zou het echt desastreus zijn als de vissenkotten hier zouden verdwijnen. En daarom proberen we met alle visserijgemeentes op te trekken om de visserij te steunen in de strijd tegen de Europese besluitgeving op dit gebied. Mocht dat niet lukken, dan moeten we inderdaad naar compensatie kijken. Maar dat is iets wat is echt een plan B voor als het echt niet goed komt. Ik zeg, we gaan maandag even goed weer varen. Dus hoort bij dat je er niet zomaar bij neer.